Ik heb mijn eerste gedicht geschreven en denk dat het heel goed is, maar hoe weet ik dat zeker? Hoe ging dat bij jou? Ik schrijf echt al heel lang en ik ben op een gegeven moment gewoon begonnen met schrijven. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Maar wat ik nog wel weet van mijn eerste gedichten was dat het... Nou ja, technisch gezien waren het helemaal geen gedichten, maar gewoon korte gedachten, hersenspinsels, ideeën over het leven, de wereld, mensen, noem maar op. Die heb ik gewoon op papier gezet. En pas later kwam daardoor veel lezen, door een klein beetje opletten tijdens Nederlands, kwam daar de vorm van gedichten veel steeds beter tot zijn recht. Heel veel, gewoon echt heel veel oefenen, blijven schrijven, dingen uitproberen, schaven. En gewoon zoeken naar, past de vorm bij wat ik eigenlijk wil zeggen. Want hetgeen wat je wil zeggen is eigenlijk belangrijker dan de manier waarop je het opschrijft. Als je als je idee goed is. En als je precies weet van wat wil ik zeggen, wat wil ik op papier zetten, of welk gevoel wil ik overbrengen aan de lezer, of nou ja, mocht je spoken word gaan bedrijven, welk gevoel wil je overbrengen aan je publiek? Dat idee is eigenlijk al grofweg 70-80% van het schrijven van je gedicht, omdat dat eigenlijk het allermoeilijkste is om te bepalen. Wat ik nog weet van de workshops die ik heb gegeven is, iedereen is heel erg bang voor het lege A4'tje, want er staat nog helemaal niks. En zolang er niks staat, is het ja, een soort leegte waarin je staat van ja, hoe moet ik eigenlijk beginnen? En wat ik... Nou ja, door heel veel oefenen en gewoon blijven schrijven, steeds beter heb weten uit te oefenen, is in eerste instantie bepalen wat wil ik schrijven, waar wil ik over schrijven en wat wil ik, ja, wat, letterlijk wat wil ik op papier zetten. En zodra je dat weet, kun je eigenlijk al beginnen en in bijna 99% van de gevallen of alle teksten die je schrijft, rolt het er vanzelf uit. Want je idee is belangrijker dan de vorm waarin je het giet. En als dat klopt, dan, en je weet zeker van nou, dit is wel wat ik wilde zeggen, ongeacht hoe het eruit ziet of hoe je het hebt opgeschreven, dan ben je eigenlijk al geslaagd en is het voor jou een goed gedicht.